Wim Dimmendaal uit Bennekom heeft een nominatie in de wacht gesleept met zijn foto Pelican Pirouette. Ik heb hem een jaar geleden al ingestuurd en nooit meer wat gehoord eigenlijk. En ik wist wel ongeveer dat in januari, februari dat die beoordeling zou zijn, maar ik heb er niet bij stilgestaan. Dus ik was heel verbaasd, we waren net terug uit Amerika, dat ik een mailtje kreeg en dat ik werd genomineerd geworden. De foto is gemaakt tijdens een vakantie in Florida. Nou, het gaat om pelikanen. Het is op een zandbank voor de kust van Florida in de Mexicaanse Golf. Daar ligt een zandbank waar normaal geen publiek komt. Vorig jaar was er nog een heel mooi strand en lagen er in het water een paar mooie zandbanken. Daar kon je dus heel dichtbij komen. En daar fourageerden dan veel pelikanen en andere vogels die op de trek waren naar Canada en Alaska. Wim steekt veel tijd in het bewerken van de foto's. Het zijn bijna schilderijen. Bijna. Ik ben dat beeld dus gaan digitaliseren. In die zin dat ik het met een digitaal schilderprogramma bewerkt heb. En daarna het fotobeeld van die pelikanen weer teruggezet heb. Dat is een techniek in Photoshop die je kunt combineren met andere software. En dan krijg je een beetje een schilderachtig effect. En die effecten die kan ik kiezen. Ik kan verschillende soorten effecten kiezen. Ik kan net zo makkelijk een stijl van Monet als Van Gogh pakken. Of een aquareltechniek. Dat is op zich niet zo moeilijk. Maar het is een priegelwerk om dat weer netjes in elkaar te krijgen. Fotografie is een grote hobby van de Bennekommer. Ik ben begonnen mijn fotografie bij een fotozaak waarvan de eigenaar meer schilder was dan fotograaf. Daar heb ik eigenlijk mijn eerste kennismaking met de fotografie op gedaan. En die behoefte om te schilderen is eigenlijk altijd gebleven. Ik heb het nooit gerealiseerd. Ik had het misschien moeten doen. Maar nu heb ik een link gevonden van dat digitaal schilderen met de analoge of met de digitale fotografie. Wat je analoog dus niet kunt doen. Dat is veel lastiger. En ik vind dit fantastisch. Ik ben er nog lang niet klaar mee. Ik heb nog een heleboel foto's in de maak momenteel die nog veel verder gaan daarin. En daar hoop ik met de kunstmarkt volgende maand in Ede mee over het voetlicht te komen. Tijdens een expositie op 23 maart op het NK-terrein zijn meer foto's van Wim te zien.